Naar rijden. Kom. Ik heb dus deze hele grote doos gekregen van een mevrouw. Een hele goede middag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag alweer woensdag, 27 oktober 2021 en het is nu 12:30 in de middag. Ja, en met wie zal ik alleen lopen, dat is lekker lady. En Roos met de twee zusjes, dus ja. Maar voor de rest wens jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloedje nieuwe vlog. En kijk gezellig met ons mee. En Ro die zit lekker daar, hij schat. En Lady even hier, helemaal top. Ja, kom maar. Kom. Autoskant graag. Autoskant graag. Goed zo, lof. Autoskant. Autoskant, kom. Hier komen. Ja, autoskant, zeg ik. Heel goed. Kom. Autoskant. Kom, even doorstappen jij. Kom. Goed zo. Lovely, autoskant. Nu. Lovely. Autoskant. Hallo, autoskant. Wat is autoskant? Oké. En daar loopt Ro. Hi, schat. Hi, ben je doof vandaag? Ben je doof? Dat is mooi dat je doof bent vandaag. Ben je doof? Ja, bijna wel. Hè? Huh? Ja. Toen kwam onze auto ook nog even in beeld. En die andere auto ook. Ah, scheelt weer. Want die is ook thuis. En die is ook thuis. Die is thuis. Die is thuis. Die is thuis. Die is thuis. Allemaal thuis. En jij bent niet thuis. Nee. Oh, wauw. Roderick is dus op zijn werk. Ik word zometeen opgehaald door mijn buurman. Met zijn mooie, dikke, vette auto. Ja. Een buurman. Mijn gezellige buurman. Mijn liefdallige, aangenomen broer. Dus nee, daar word ik zometeen door opgehaald. Dan gaan we naar de dierenvoedselbank. En dan wou ik eigenlijk nog de fiets naar de stad, maar ik weet niet of ik dat ga redden, maar want ik wil eventjes naar de Primarkt. Maar ja, dat is even nog maar de vraag of het mij gaat lukken, want ik wil nog even een goede BH voor deze jurk, want deze jurk heeft dus een kruis links achter en ik heb allemaal normale BH's die zo lopen, dus niet kruis links achter, maar dat zou wel praktischer wezen, ja, en ook mooier, dus dat gaan we zien, we gaan het meemaken en ja. Zoals jullie weten, we nemen jullie toch altijd weer gezellig mee. Ja, yeah. Alleen Roderick is er nou niet. Nee. Dus we gaan het meemaken wat ik allemaal vandaag ga doen. En ja, we zien wel. Maar sowieso eerst zometeen worden opgehaald en dan mijn buurman. Ja, dat zeker zometeen sowieso. Mevrouw Kwispel, Kwispel. Mevrouw Kwispel, Kwispeltje. Hey. Kom. Kwispel. Ik wil graag kusjes voor jou, dankjewel. Ja, hi. Hi. En wie ligt er hier zo mooi? Let me see.
Dat er hier zo mooi kont tegen kont. Trekkie. 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 Hey. Cookie, Snoopy. Nee, zeg maar, ik ga er vanaf, maar ik heb wel foto's van je genomen. Haha, jammer joh. Nou, ben dus nu net thuis. Ja, een uur onderweg geweest, want dat was file. Maar mijn buurman die rijdt gewoon super met zijn auto, en dat weet ik. Maar hij gaat dus nu weer werken en ik ga zo even lekker de stad in. Het is nu wel 4:30. Ik ga onderweg mam even bellen en dan ga ik even lekker naar de Primarkt. En ik neem jullie gewoon, zoals altijd, gezellig mee. Kom dan, misschien. Kom. Ja, kom maar. Kom. Hé, hey, schatje. Hey. Dus, ik ga nu even naar de Prime en ik neem jullie gezellig mee. Ja, en toen zat ik even lekker nog binnen, want ik moet wel zo meteen nog weer naar huis, want ik heb geen lampje bij me. Heel erg slecht. En ja, het is er nog even afwachten, want ik had wat lekkers meegenomen voor iemand. Iets lekkers. Iets lekkers. Ja, dus even kijken of er zo meteen iemand naar beneden komt. Ja, dat zou ik heel leuk vinden. Maar diegene zou me eventjes een bericht sturen als hij naar beneden zou komen. Dus ja, komt goed. Hoop ik toch. En ik ben niet geslaagd bij de Primarkt. Nee. Naar rijden. Kom. Ik ben weer lekker thuis na even lekker fietstochtje. Zoals jullie hebben kunnen zien. Ik heb jullie een beetje meegenomen. Ook al mag het niet. Maar oké. Okay. Maar mijn buurman is dus mee geweest. Met zijn mooie grote auto. Ja. Bij de dierenvoedselbank. Maar ik kreeg dus ook nog wat anders mee. Kijk, je ziet wel al wat staan, denk ik. Die grote jongen. Ik ga die eens even
uitpakken samen met jullie. Mocht het niks zijn voor mij, dan heb ik nog een andere leuk adresje. En daar gaan we zeker ook weer morgen naartoe. Ja. Dus ja, ik ga eerst even kijken. En als het niks is, dan heb ik nog een andere adres. Dus we gaan ze sowieso gelijk even, gewoon even openmaken om te kijken wat het is. Dus blijf kijken. Hi, lekker ding. Ik heb dus deze hele grote doos gekregen van een mevrouw. Die dus daar iets wil afgeven. Maar ja, de voedselbank. De voedselbank. Ja, hoor mij. De dierenvoedselbank was er dus al dicht. Dus heb ik hem mogen innen. Dus we gaan hem eens even openmaken. Daar zeg ik al, mocht het niks voor mij wezen, dan heb ik nog een ander leuk adresje. Nou, dan kunnen jullie wel raden wie, hè? Ja. Nou, dit is de hondenbed, zeg maar. Nou, we gaan hem gewoon eens even uitpakken. En daarom zeg ik, mocht het niks voor mij wezen, dan had het een ander adres. Ik weet niet hoe ze dit tegenwoordig inpakken. En bij Zoom Plus, want daar komt het vandaan. En dan ben ik heel benieuwd hoe duur het was. Als jullie mij nog verstaan. Zo. Ja, jonge dame. Hoe is dit ingepakt dan? Hoe dan? Nou zo. Eetje. Marie. Zo dan. Hé? Zit hier allemaal. Hè? Oké. Ah, oké. Hé? Dit. Zo dan. Oh, ik zie het al. Ja, ik zie het al. Ja, ik zie het al. Ja. Oh, dit is helemaal geweldig en volledig. Ja. Dit is helemaal geweldig en volledig, want dit is inderdaad een hondenbed. Ja. Ik weet niet waar ik later moet, maar... Dan heeft iemand alles lekker pech. Nee, ik weet daar eens al. Ik weet niet waar ik het later moet, maar dat komt wel goed. Ja, dat komt wel goed. Ja, ik weet dat je hem bij Zoom Plus aan hebt, maar... Oké. Jeetje, Mina. Hoe krijg ik dit in vrij... Dit is zwaar, jongens. Dit is zwaar. Ik ga je één ding vertellen, dit is lood. Jeetje,
Ja, dat moet daar naartoe. Jeetje. Oeh, moet ik dit doen? Nou, gewoon. Jeetje, Mina. Oké, dat moet dus zo. Maar, ik zit even te prakken denken. Dan moet ik eerst dus nu een... Jeetje. Nou, mensen, ik ga dit eventjes vogelen. En als het zo meteen klaar is, dan kom ik zo meteen wel weer bij jullie terug. Maar dit is een mooie. En ik ga even de foto opzoeken en dan doe ik hem even hierboven. Hier hebben we dus Loffy. En dit is het dus niet. Want daar heb ik er ook een, zoals jullie weten. Maar, dit is hem. Hè? Dit is hem, jongens. Ja. Dit is een hele mooie hondenbed. Ja, inderdaad, een mooie hondenbed. Kijk, en het zit ook mooi met de klittenband gelijk. Kijk. Hartstikke handig. Loffy, kom eens. Kom eens hier. Kijk eens hier. Ga maar liggen. Goed zo, ga maar liggen. Ga maar liggen. Oeh, maar dat is lekker. Ga maar liggen. Nee, dat is ook voor draken, ja? Ja, is lekker, hè? Mag ook. Ze mag er ook bij. Doe maar, draakje. Jij. En zoals ik al zei, hij komt inderdaad en bij Soeplus vandaan. Ja. Dus, nou... Loffy heeft al haar intrek erop genomen. Helemaal top. Een hele goede avond allemaal. Ja, ik zit weer zoals gewoonlijk weer op bed. En dat betekent dat ik lekker ga slapen. En dat ik nog een telefoontje kan verwachten. En dat ik deze vlog lekker met jullie gezellig ga afsluiten. Ja. Dus dat is het einde van de vlog. Dus vond je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren. Hier beneden. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan en laat dan een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.